Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Sparta en NAC werden alle spelers officieel aan het publiek gepresenteerd. En vooral nieuwkomers, zoals deze Brian Smeets, kregen uitgebreid de aandacht. Hij stond natuurlijk ook in de basis tegen NAC, hoewel je er weinig aan kan aflezen, want Henk Vrezer stuurde twee verschillende elftallen de wei in voor dit oefenduel. Beginfase was duidelijk voor Sparta, gepromoveerd natuurlijk naar de Eredivisie, NAC gedegradeerd, dus dat kon je ook wel verwachten. De eerste kans is er voor Abdou Haroui, maar de redding van Olij is daar. Sparta had duidelijk het heft in handen in de beginfase, als hier een hoekschop van NAC. Maar Sparta bewijst dat het ook uit de tegenstoot erg gevaarlijk kan zijn. Want dit is echt een prima aanval als de bal terechtkomt bij Smeets. En er opeens gigantisch veel ruimte ligt voor het team van Henk Vrezer om gevaar te stichten. De steekbal is uitstekend, de afronding is dat helaas niet. Maar wel de tweede goede kans in de eerste 5 minuten. Deze keer voor Halil Dervişoğlu. Nieuwkomer Smeets laat zich dus zien veelvuldig in de eerste helft bij Sparta. Maar ook Dante Rigo, die er af en toe lekker in kan kletsen zoals hier het geval is, laat zich zien. Het schot, gekraakte schot, levert een hoekschop op. Maar daar weet Sparta verder niets mee te doen. Volgende kans voor de Rotterdammers alweer in de maak. Weer Smeets die erbij betrokken is. Dervişoğlu, harde kopbal. Goede redding van Olij, al komt de bal recht op hem af. Dan gaan we de slotfase van de eerste helft in. Weer Smeets die aan de basis staat van deze aanval. Raihi trekt het doelgebied binnen en krult de bal naast de goal van NAC. Een van de weinige keren dat we hem zagen in de eerste helft. Die man met Raihi. Maar het slotakkoord gaat toch voor hem zijn. Nadat Sparta uitstekend druk zet, is het Graddame die het balverlies leidt. Sparta dat uitstekend het overzicht houdt. En Raihi, waar hij er net dus naast schoot, doet hij nu dit. De 1-0 op slag van rust voor Sparta. Ja, hij is over de lijn geweest. Ja, hij telt. In de tweede helft zien we een heel ander Sparta, zoals gezegd. 11 nieuwe spelers, waaronder Ragnar Agge. En zijn eerste kans is meteen raak. En betekent de 2-0 voor Sparta. En altijd bewijst hij toch maar weer, die Agge. Hij heeft toch een gigantisch neusje voor de goal. Daarmee is Sparta nog niet klaar met NAC. Prima druk zetten daar op de helft van de tegenstander. Daardoor komt Sparta in balbezit. En deze bal na een prachtige vooractie komt terecht bij Denzel James. Die houdt het overzicht. Agge heeft nog tijd om aan te nemen en de 3-0 binnen te schuiven. Zijn tweede van de middag in deze oefenwedstrijd. Dan komt voor de echte slotfase ook Lars Veldwijk er nog bij. Weg geweest natuurlijk met Zuid-Afrika voor de Afrika Cup. En in zijn invalbeurt krijgt hij niet al te veel mogelijkheden. Deze wel, hij wordt weggestuurd, geen buitenspel. En die had hij wel mogen maken, die Veldwijk. Maar goed, het vizier staat nog niet helemaal op scherp na slechts 5 dagen vakantie. En zo blijft het bij Sparta NAC 3-0.